Hallo dames en heren, vandaag wordt de finale gespeeld van de Croquet Cup. De finale zal gespeeld worden tussen Mechelen en Antwerp. Mechelen is wat underdog en Antwerp heeft wel een heel sterk team voor Belgische normen. Ja, we zullen wel zien hoe deze finale gaat lopen. Hier de kans voor Antwerpen en Mechelen onderschept. Ze komen wel heel erg dicht bij goal en Mechelen. De keeper van Mechelen pakt de bal. Antwerpen blijft balbezit hebben. Hier de kans voor Mechelen om te scoren. Gaan ze scoren? De keeper pakt. Hier de kans voor Antwerpen om iets te scoren. Ze schieten net naast. Hier de kans voor Antwerpen om te scoren. Gaan ze dat doen? Ze werken niet af. Hier de kans. Ze spelen weer terug. Gaan ze iets doen? Nee. Mechelen heeft weer een bal en gaan we zo rusten. Hier is de kans voor Antwerpen en ze gaan een hoekschop. Kans om te scoren. Nee, bal voor de keeper. De meeste schoten zijn voor Antwerpen, zoals je kan zien. Hier de kans voor Antwerpen. Gaan ze eindelijk scoren. Ze passen wel heel veel en dan kan Mechelen zo onderscheppen. Nu hebben we een inworp. En nog een wissel. De straat komt erop. Nog steeds geen goal gezien. Hopelijk krijgen we nu misschien een goal met deze kans. Oh, wat doet hij? Hij kon misschien scoren. De reguliere speeltijd zit er bijna op. En nu is Antwerpen in aanval. Antwerpen die misschien nu kan scoren. Nee, dat doen ze niet. Ja, laatste kans voor reguliere speeltijd. Bijna nog. Dan gaan we zo verlengen. Mechelen mag beginnen. Oh, kans voor Mechelen. Nee, de bal komt niet aan. Kans voor Antwerp. Ze werken hier weer niet af. Weer een kans voor Antwerp. En de keeper van Mechelen speelt wel een goede wedstrijd, want hij moet heel veel redden. En zo, de eerste verlenging is afgelopen. Nog steeds geen goal. Voert hem mee zoals de finale van vorig jaar. Nu de kans voor Antwerpen. Gaan ze scoren? Nee, weer op de keeper. Nog een kans misschien nu. Voor te scoren. En dat doen ze. Antwerpen komt op voorsprong. Heel erg belangrijk is dit doelpunt voor Antwerpen. Maar nu is het toch niet gedaan. Er is nog een paar minuten te spelen. Maar Antwerpen is natuurlijk heel erg blij met dit doelpunt. Balakwisha met de goal. En zo hebben we misschien toch nog een winnaar voor strafschoppen. De wedstrijd is bijna afgelopen. Nog een klein kansje voor Antwerp. Om misschien de voorsprong te verdubbelen. En dat doen ze. 0-2. Nu zitten we al binnen. Ekkelenkamp met de goal. En dan wint Antwerp zo de Croquet Cup. En dit is wel jammer voor Mechelen, want ze hebben lang stand gehouden. En dit is denk ik ook dan de eerste prijs voor Toby Alderweireld met Antwerp. Nog niet zo lang geleden had Antwerp het ook al eens gewonnen. Ik denk dat Alderweireld de beker zal optillen, we zullen zo wel zien. Ja, het is Alderweireld die de beker gaat aftillen, maar ja, ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze video. En dan zie ik je weer terug bij de volgende video, dus bedankt voor het kijken en doei doei.